Goedemorgen, middag of avond, wanneer je ook kijkt naar een nieuwe aflevering van Dordtse Dingen. En vandaag zijn we op bezoek bij Sander Brugman om te praten over de Belgen. Toch, Sander? De Belgen, ja, dat is mooi gezegd. De Zuiderburen, ja. Ja, Sander, we kennen jou als programmeur van Door, het Otto en Mezzo podium met Big Rivers. Je bent gastprogrammeur van Bibelo en je organiseert de Dordtse popronde. Ja, klopt. Bij Bibelo programmeer je vaak bijzondere bandjes die ze normaliter niet boeken. Dat soort bandjes boek je ook bij Door. Je ziet dan vaak bandjes die ineens 2 jaar later op grote podia staan. Dat geluk heb je al eens. Ja, Sander, maar jij hebt daar ook wel een neus voor natuurlijk. Vandaar dat Bibelo jou de vrije hand geeft deze avonden. En je hebt weer zo'n mooie avond. Ja, ik heb er weer één. Ja, eigenlijk al de tweede. Ik heb samen met Bibelo het concept Goesting opgezet. En voor mensen die in één keer de link leggen, Goesting is een Belgische avond. Ik heb eigenlijk al jaren voorliefde voor Belgische bands. Dat kon je, als je een beetje in mijn programmering van de afgelopen jaren kijkt, zie je dat er best wel veel Belgische acts voorbij komen. En ja, ik zonder even onze eigen bands tekort te doen hoor, vind ik dat er heel veel goede aanwas altijd uit België komt. En toen Bibelo, denk ik, een klein jaartje geleden mij benaderde om te vragen of ik wat voor ze wou doen. Heb ik dit voorgesteld en het concept uitgewerkt. En dat is nu geworden wat het is. En dat is Goesting. En 24 juni hebben we editie 2. De eerste was 20 april, jongsleden. Waarom word jij daar eigenlijk voor gevraagd, Sander, om dit soort bijzondere avond te doen? Want ze hebben natuurlijk ook zelf programmeurs bij Bibelo. Bibelo zijn de programmeurs denk ik iets breder dan wat ik ben. En ze willen af en toe ook gewoon meer de diepte in. Dus meer gewoon op een bepaald genre zich focussen. En want naast mij zijn er ook wat programmeurs die zich bijvoorbeeld bezighouden met metal. Echt die daar in die scene zitten, die daar heel veel verstand van hebben. Dus eigenlijk zijn de gastprogrammeurs, waar ik eentje van ben, een aanvulling op het bestaande team. Eigenlijk een soort, in een soort adviesrol zit je, waarin je wel een soort vrije hand krijgt, waarin ze, en dat is wel heel fijn, ze wel gewoon vertrouwen van op de keuzes die je maakt. Ja, Sander, want hoe kom jij nou eigenlijk aan die bandjes? Heb je gewoon een heel groot netwerk? Ga je zelf naar veel concerten? Word je getipt door boekers? Hoe gaat dat in zijn werk? Het is een beetje een combinatie van alle drie. Het is natuurlijk in het verleden. Ik ben eigenlijk gewoon in 2015 een soort carte blanche samen met Stefan de popronde begonnen. Voor de bekende Sopo in het verhaal. Die had de popronde al in Dordrecht neergezet. En ik ben hem gewoon begonnen van, nou, lijkt me leuk om daarmee bezig te zijn als muziekliefhebber. En zonder ooit eens een bandje geboekt te hebben. En ik ben daarin een beetje blijven hangen. En blijkbaar is dat dan ook bij boekers en bij andere mensen bekend geworden. Dus dan kreeg je in één keer aanvragen van boekers of van bandjes. Joh, weet je iets? Nou, en zodoende ben ik bij Door terechtgekomen. En ja, dan blijf je daarin hangen. En ook als bezoeker, ik ga natuurlijk zelf deel naar concerten, naar festivals. Je bent met muziek bezig. Dus als je een leuke band hoort, denk je, oh, dat klinkt goed. Nou, op Spotify word je natuurlijk direct doorgelinkt naar ander type bands. Je gaat eens luisteren, je zoekt ze op Facebook, Instagram. En als je denkt, het is heel erg leuk, dan mail je of de band of de boeker. En dan kan het in één keer heel snel gaan. En je hebt een heel kort lijntje met Velvet ook. Ja, klopt. Ja, dat zijn goede vrienden van je. Ik neem maar aan dat je daar ook goede dingen van doorkrijgt. Het is natuurlijk inderdaad nu iets meer een wisselwerking, omdat ik er iets meer mee bezig ben. Maar uiteraard is het natuurlijk ook zo wel ontstaan natuurlijk. Dan sta je daar van, joh, ze weten na jaren een beetje je muzieksmaak. En dan schuiven ze een keertje een cd'tje van nou, dit moet je eens luisteren. Of dit is leuk, of ze hebben een tip. En via hun ken ik natuurlijk ook weer mensen in de industrie die wel eens een keer op iets attenderen van, nou, als je toch nog met iets bezig bent, dan adviseren we je om even hier naar te luisteren. Even terug naar Goesting. Je hebt al uitgelegd waar je voorliefde voor Belgische muziek vandaan komt. En welke Belgische bands heb je voor
deze avond geboekt? Voor deze editie hebben we in ieder geval als soort hoofdact School is Cool geboekt. Dat is in Nederland waarschijnlijk nog niet een hele grote naam. In België doen ze het al jaren aardig mee. Vergelijk ze met een Somjeu, Rondé-achtige status dan in België. En die maken echt hele leuke, vrolijke indie pop rock. Het is gewoon echt een goede band voor... ik heb ze al eerder op een festival gezien. Gewoon een goede live band. Klopt, ze hebben goede songs. Dus dat is eigenlijk een soort hoofdact. En het idee van de avond is altijd om drie acts neer te zetten. Een wat kleinere band als inkomer. Dus ook meestal beginnende band. Dat is nu een band Bonzo. Die maken indie rock muziek. Gewoon echt leuke songs. En die zijn bezig met een album. Ze hebben een EP gereleased. Dus die zijn echt nog beginnend. Maar dat hopen we dan met deze avond een soort springplank in Nederland. Want zo komen er ook wel bands voor het eerst in Nederland. Dus dat vinden we ook wel leuk om te doen natuurlijk. Ja. En als afsluitende act hebben we Brick du Toc. En dat is een meer dance georiënteerde band. Dat probeer ik de avond een beetje op te bouwen. Dat het een soort feestje echt op het einde wordt. En dat is wel een beetje wat extremer. Ze zijn... ze zijn verkleed. Ze hebben, het is wel een beetje absurdistisch, maar wel gewoon echt gewoon heel leuk. Dat is echt iets waar je erbij moet zijn om het te ervaren hoe het is. De jongens van de Velvet, die net al genoemd zijn, die draaien tussen de bands door de tofste plaatjes aan heen. En in de vorige editie hadden we ook een biermenu. En dat is ook het idee dat het ook dit keer weer terugkomt. Dus je kan ook gewoon tijdens concerten lekker de beste Belgische biertjes nuttigen. Dus het is gewoon echt een conceptavond. Probeer op zijn avond ook wel de verschillende stijlen te doen. Dus niet alleen maar drie rockbands of drie popbands. Wel iets meer diversiteit te bieden. Want dat is uiteindelijk wat de bands uit België ons ook bieden. En dan wil je daar een logische opbouw. En dan is inderdaad gewoon het nog even... mensen vinden het toch ook in de opbouw lekker om aan het einde van de avond nog helemaal uit hun dak te gaan. En daar lijnt Brick du Toc zich meer voor dan School is Cool. Maar dat is al een wel wat gevestigde naam in België. In de beschrijving van deze video zullen we ook wat linkjes plaatsen, zodat mensen wat vooronderzoek kunnen doen naar deze bandjes. Ja, zeker vooral doen. Ja. Voor deze avond moeten we natuurlijk kaartjes kopen, want bands hebben op dit moment al niet veel vlees op de bot. Nee, klopt. En de podium ook niet. Velvet is voorverkoopadres en anders gewoon via de site van Bibelo. Ga je even het evenement opzoeken op de programmapagina van Bibelo. Dan klik je, gooi het in je winkelwagentje, afrekenen en je hebt een fantastische avond. Ja, zo simpel kan het zijn om een leuke avond te hebben. Ja, precies. Ja, dus ga gewoon even naar de site van Bibelo. Dat is www.bibelo.net. En daar staan nog veel meer toffe concerten op. Sander, bedankt voor dit mooie interview. En we zien jou natuurlijk gewoon bij Goesting. Ik hoop jullie ook. Vond jij dit een toffe video? Geef ons dan een like en abonneer je op ons kanaal Dordtse Dingen TV. Dat kan hier beneden. Heb je iets te vertellen aan ons? Een persbericht te delen? Of wat dan ook? Stuur het dan naar dordtsedingen@gmail.com. Abonneren!